ja, dat is lekker om jullie hier te hebben bij Valiers. Net zo een keer uit Valiers uit, na bij die Vadervier. Dat is waar ons nou die laatste 15 jaar groot watervoeljachten doen, hier bij Lekoa Lodge, wat je hier achter mij kan zien, en dan ook bij aan die Vaal Natuurreservaat, net ook aan die pad. Perry Grandier, en ek herhaal nou maar sy naam voor beklemtoning, is die plaasboer wat so 20 jaar terug bij al die boeren in die omgeving die watervoeljacht concessies gekry het. En toen ons met watervoeljacht op een wetenschappelijke manier hier begin, en ons kry elke jaar die opnames van natuurbewaring wat bepaal hoeveel voels, wat die type voels gejagd mag word, en dan in die voeljachtseizoen van mei maand tot augustus bied ons watervoeljachte hier aan, met baie lekker vir die manne wat nou leekset soek, met lodge accommodatie en etes, en dan die manne wat nog van die jachtkamp opzet hou, waar ons kampvuur het oor kan die pad. So, as jy wil watervoels jag, is dit een van die plekke wat jy nie moet misloop. Die watervoels hou van plekke met natuurlijke water, waar op redelike vlakwaters kan slaap, maar is ook een klomp besproeiingswater. Ons het ook reg gekry dat daar heel wat besproeiingswater is, wat die water ook vlak is, wat die voels verkies, so in jare wat dat redelijk droog is, soos die laatste 2 jaar, het ons hier nog steeds goeie watervoelskiete gehad. So, die ouwens kan ons skakel, die kontakpersoonlijke gaan alles beskikbaar wees, of hulle in die jachtkamp wil bly, of ook hier in die Lekoa Lodge. Ons wacht vir hulle, die voorjaarsseizoen is nog aan die gang, ons hoop die manne gaan lekker hier by ons kom skiet. Goeiemiddag allemaal, ek is Helgard van Miljoen van die LNO Groep Suid-Afrika. Ons is die invoerders en verspreiders van blazerprodukte in Suid-Afrika. Ek is ook een springbok kleidhefskut en ek het my kleren verover met een blazer algeweer. En ek wil julle graag vandag bykie meer vertel van blazerse nietste algeweer, die F-16. Die F-16 is tans die algeweer met die vlakste aksie van enige produksie algeweer op die mark. Wat ek daarmee bedoel is die breedte van die aksie hierso. En wat dit mee help is, dit maak dat die recoil van die geweer in een baie lineaire lijn terug in die skouer inkom, wat maak dat jy baie vinnig en akkurate opvolgskote kan vier met die algeweer. Hierdie algeweer is tans beskikbaar met 28 en 30 tuim lope, en al ons algewere kom uit die fabriek uit reg om en verskillende chokes te kan vat. Die algeweer word voorsien met 1/4, 1/2 en 3/4 choke. En dit sal mens toelaat om meeste van jou kleiduif en jag gemakkelijk te kan skiet. Iets wat uniek is aan die blazer F-16 is dat sy ejectors word eers gespan na die skoot gevier is. So wat dit beteken is, daar is baie min bewegende parte en baie min slytasie in die aksie self, wat maak dat die algeweer nie so gereeld hoef gedienst te word nie. Iets wat ook uniek is aan hierdie algeweer is, hy het een mechanische sneller, so al twee die hane in die aksie is klaar gespan van die begin af. So dit maak ook dat jou tweede opvolgskoot baie vinnig geskiet kan word, aangesien jou algeweer nie die skop van die eerste skoot nodig het om oor te haal nie. Die F-16 algeweer is ook beskikbaar in twee variëteite, die game variëteit, soos ons hier kan sien. Een kenmerk hoe mens kan uitken van mekaar af is, hierdie F-16 is in silver, op die sporting model is dit in rooi. Die enigste groot verskil tussen die twee algeweer is, die sporting het een stock balancer en een barrel balancer. So daar soos van hier tot achter in die kolf kan een mens gewiggies indraai, as ook op die loop, om die gewig en die balans van die algeweer te manipuleer. Maar soos mens kan sien, is hierdie geweer, soos hy hier is, klaar amper precies gebalanceer. Ek dink is tyd dat ons die blazer gaan beproef op die watervoels.
Welkom bij Lekoa Lodge. Ek is Christus Snyman, ek is die ontvangst bij Lekoa. En ek gaan net so 'n bietjie meer vertel van ons wonderlike oasis wat ons hier so het. Trouwens, konferensies, enige funksie, dit kan hier gehou word. Ons het 'n buite kapel, binne kapel, wat trouwens kan opvat tussen 120 gaste. Chalets, om en by 17 chalets, wat 64 gaste kan akkommodeer. Ons ondervloerse verhitting in die chalets, wat baie lekker is, vooral in die winter, omdat het so koud is hier in die Vrystaat. Ons restaurant wat ons ook hier het, met een kroeg, binnen verhitte swembad, en met een buiten swembad, wat ook lekker is, vooral in die somer, lekker kan ontspan, afkoel, en die tyd saam met die familie geniet.